Niet en de politiek heeft van alles er nog wat geroepen, maar er kan echt een moment komen dat we voor het blok staan. Voor Groningen geldt hetzelfde als voor meer LNG-importcapaciteit. Het drukt de groothandelsprijs in Nederland en in Duitsland. Uh, maar daarna komt ja, de constatering dat LNG-terminals meer capaciteit, ja, zeg maar, wel binnen de beleidsrealiteit ligt. Ja. En Groningen ligt op dit moment uh, niet binnen de beleidsrealiteit. Of nee. in ieder geval aan de uiterste, uiterste rand ervan. Dat komt dus wel goed met die terminal in Terneuzen. Uh, ik denk het wel, want ja, wij hebben een groot probleem uh, in uh, Nederland en Duitsland, in Europa. Er stroomt ja. ontzettend veel geld nu uit de EU naar allerlei partijen, zoals meneer Vermeulen al, uh, al zei. Ja. Uh, er wordt heel veel geld verdiend aan Europa. Er dus stroomt uh, op dagbasis ongeveer 1 miljard euro per dag uit de EU. Nou ja, daar wil je wat aan doen. Ja. En daarbij helpen uh, deze uh, extra lng importterminals Hebben we er aan drie genoeg? Uh, dat is een verhaal wat. Uh, eigenlijk uh, is dat iets wat je voor Nederland en Duitsland samen moet bekijken. Mm. Nederland en Duitsland hebben zoveel connectiecapaciteit, verbindingscapaciteit. Mm. tussen de, de twee landen, dat het ja de facto één markt is, Nederland ja. en Duitsland. Mm. Dus de vraag is eigenlijk: hebben we in Nederland en Duitsland uh, samen genoeg? Ja. Nou, je, je ziet, Duitsland is ook bezig. Dat gaat daar allemaal wel wat uh, langzamer. Ja. Uh, een van de mooie dingen in Nederland is uh, toch dat Gasunie dit echt heel snel voor elkaar. Heeft gekregen in Eemshaven. Ja. Dat heeft ons als land, Nederland en Duitsland samen, echt enorm uh, geholpen. Ja. Uh, ja, en het is wel zo, uh, als je er nu nog uh, bij zet. Uh, op een gegeven moment is het niet meer zeg maar de no-brainer, de vanzelfsprekendheid die de Eemshaven was uh, een nee. jaar uh, geleden. Is Terneuzen dat dan nog wel? Of zit dat nou, al op de rand? Inschatting is neuzen nog echt wel iets wat je wilt doen. Ja, maar een vierde? Er is, er is naast Terneuzen is er ook sprake van dat een vierde partij... een, een, een dochter van Vitol, een grote oliehandelaar, ook bezig is. Ja, van oorsprong Nederlands bedrijf? Van oorsprong Nederlands bedrijf. Nu in de praktijk Engels. Ja, uh, uh, ja en, en op een gegeven moment kom je op een punt... dat, het, uh, ja, dat je aan de rand uh, inderdaad komt. Ja. Uh, het voordeel van dit... Deze terminals is, het zijn tijdelijke terminals. Je huurt het in. Dus de, ja. hoeveel het kapitaal die je erin hoeft te stoken, steken is veel minder groot. Ja, exact. Want het is een tijdelijke voorziening. Maar die tijdelijke voorziening helpt wel om die gasprijzen te drukken als je het goed doet. Het, het heeft, zeker de Eemshaven heeft ook enorm geholpen afgelopen ja. jaar. Dus als de overheid slim is en niet uh, opnieuw de knip moet trekken voor uh, het volgende jaar. of na volgend jaar, eigenlijk. Uh, voor de compensatie van de energierekeningen. dan kan je je geld beter daarin steken. begrijp ik dat goed? Ik denk dat het uh, steunen, het garant stellen voor zo'n uh, tijdelijke terminal. als Eemshaven of Terneuzen. voor de overheid uh, enorme goede uh, value for money is. Als je het vergelijkt met het alternatief uh, wat. Uh, nou ja, toch heel veel steun. Uh, steunpakket uh, 20, 25 miljard euro. Minister Kaag kondigt steeds aan. Dat kan niet blijvend uh, zijn. Uh, ja, dan kun je veel beter dit doen.